Natuurlijk, goed. Het zijn twee wereldtoppers. En niet voor niets in de top 20 van de wereld hebben Grand Slams gewonnen. Dus ja. We wisten dat wat er te wachten stond. Het zijn goede spelers. Goed, we hebben een goed plan bedacht om ze te bestrijden. En ik denk dat we zeker in de eerste set hebben niks weggegeven. We hebben wat kansen gekregen, zoals Mats zei, met wat geluk of net niet kunnen benutten. En dan stappen ze even in die returns in het begin van de tweede. En dan breken ze ons en dan loop je achter de feiten aan. Als je ziet, Jan-Willem, hoe wij staan te smijlen, dat vertelt dat natuurlijk genoeg. Wij komen hier met een wildcard. We komen 60 plekken tekort als direct acceptance. Dus wij kunnen met onze rekening niet eens meedoen, niet eens close. Dus het feit dat we al mee mogen doen is geweldig. Maar dat we ook echt strijden voor een titel vandaag. Super mooi. We hebben hele goede jongens eruit geslagen. We hebben ons niveau gehaald. We hebben ons niveau heel erg goed gehaald. We hebben ons niveau 3 keer kunnen halen. We hebben tegen de Zverevs gewonnen, tegen Melo. De Horia en Jules. Weet je, dat zijn allemaal grote namen. Als je dat soort jongens constant kan verslaan en niet dat het een keer een toeval is, ja, dan doe je gewoon echt mee. En ik denk dat we echt meedoen. We hebben meer breakpunten afgedwongen dan hun. Ik denk inderdaad dat we meer returnpunten hebben gewonnen. Service weet ik niet qua percentage, maar goed, het voelde goed en het was close. En goed, we deden er zeker niet onder voor hun. En goed, dus inderdaad, de percentages voor ons zijn, maar goed. Klopt er niet voor. Dan win je weinig wedstrijden mee. Nee. Ja.